Maar de puinhoop, hè? Met die formatie. Nederland is bijna onbestuurbaar geworden. Gewoon door al die proteststemmen op PVV. En ook op die Omtzigt. Dus eigenlijk was dat ook een soort van een proteststem. En daardoor is de boel zo verschrikkelijk uit balans geraakt. Dat het land is bijna onbestuurbaar geworden. Ja, want hoe kun je nou nog iets formeren dan? En wie ga je nog vertrouwen? Ja, want ja, die Omtzigt. Dat is zo'n grillige, onvoorspelbare man. Ja, kun je daarop bouwen? Dat is dan de grote vraag. Ja, want hij heeft al laten weten. Ja, ik doe niet mee. Als Wilders premier wordt. Dus dat weet Geert al. Nou, dus daar doet hij al sowieso niet aan mee. En wat Omtzigt nu aan het doen is, is waarschijnlijk de VVD in een rol duwen dat ze wel mee moeten doen. Ja, in een kabinet. En dan gaat hij die rollen omdraaien. Want ja, de VVD wilde gedogen en dat zat Omtzigt niet lekker. En Omtzigt die wil gedogen. Ja, die wil gedogen. En die wil dat die VVD erin gaat. En zo ziet hij het nu te duwen. Let maar op. Straks gaat. Want je hoort de Dylan al een beetje zeggen van. Ja, ja. Nou, gedogen. Misschien, ja. Weet je, gaat al een beetje die kant op. En hij wil alleen nog maar gedogen. Die Omtzigt. Maar ja, goed. Nou, stel dat je dat doet. En dan gaan die drie, hè, met de Wilders en de Dylan en de Caroline, die gaan samen. En hij gaat gedogen. Dan. Ja, en dan. Hoe betrouwbaar is hij dan? Want stel, hij zit te gedogen in die kamer. En ineens bevalt het hem niet. Want dat kan zomaar. Grillige Pieter. Ja, en dan? Dan zegt hij van, hier, stekkertje eruit. En doet hij niet meer mee. Dat kan zomaar gebeuren, ja. Krijgen ze weer allemaal een appje in de groeten. Ja. Daar zitten we nu mee, vrienden. We zitten met een grillige man. Wil hij wel, wil hij niet? Ja. Want als hij niet gaat gedogen. Wind. Als hij niet gaat gedogen, die Pieter. Ja, dan gaan ze met z'n drieën dan. En dat zou dus kunnen, een heel erg minderheidskabinetje, zonder gedogen. Maar als het dan Pieter ook niet bevalt, ja, dan komt elk voorstel van hun ook niet door de Kamer. En dan ben je net zo ver. Nou, ja, denk hier maar eens even over na, vrienden.